En welkom bij Beauty Gloss. Zoals je in de titel kan zien, gaat deze video over succesvol zijn of worden. Klinkt ontzettend narcistisch, ook dat ik dit nu zo vertel. Bijna arrogant, want wie ben jij dan om dat nou te zeggen? Ik krijg de afgelopen jaren best wel vaak van mensen te horen dat ze vinden dat ik succesvol ben. En dat vind ik super lief. En daarnaast kom ik steeds vaker in contact met mensen die gewoon ontzettend succesvol zijn. En daar heb ik zoveel van geleerd. En ik denk, dit zijn dingen die wil ik gewoon heel graag delen met anderen. Er zijn gewoon bepaalde dingen die me opvallen. En mensen om me heen die super succesvol zijn. Ik wil jullie gewoon wat tips geven van dingen die mij geïnspireerd hebben. Die mij geholpen hebben. En wie weet, haal je er wat uit voor jezelf. Misschien heb jij ook een doel. Iets waar je succesvol mee wil worden. En misschien heb je hier wat aan. En ja, het is heel erg Nederlands om dat vooral niet te benadrukken dat je succesvol bent of dat je het goed doet. Een ander mag het zeggen, maar je mag het nooit over jezelf zeggen. En dat is dan heel raar, maar eigenlijk slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Ik wil graag met jullie delen en wie weet heb je er wat aan. Dus, let's go! Regel nummer 1. Als jij een doel hebt in je leven, je wil iets bereiken, je wil een bepaalde baan, je wil iets doen, je hebt een idee. Regel nummer 1 is dat je niet jezelf moet tegenhouden door het idee dat anderen het misschien wel afkeuren. Schaamte. Schaamte is echt de grote boosdoener bij situaties waar je heel succesvol zou kunnen zijn, maar je hebt het toch niet gedaan, want stel je voor die en die zouden gaan praten. En guess what? Iedereen gaat ook praten. Vooral in het begin word je echt in je gezicht uitgelachen. Er worden vragen gesteld met een opgetrokken wenkbrauw. Je moet daar even doorheen bijten. En ik heb dus zoveel mensen gezien die het goed deden en die daardoor zijn afgehaakt. Op het moment dat zij een beetje richting het succes gingen waar ze voor gingen. Dus bijvoorbeeld ze hadden een idee voor een bedrijf en daar zijn ze dan mee begonnen. En op een gegeven moment dat ze zeiden, ja ik stop er toch mee. Want ja, mensen vinden het toch maar raar en ik ga liever gewoon, ja toch gewoon fulltime van baas werken. Want ja, het voelt ongemakkelijk en ze vinden het raar dat ik het doe. En hoezo denk ik dat ik beter word dan andere winkels. Dan denk ik, hè? Dus je laat je droom gaan omdat iemand anders op dat moment zijn mening geeft en misschien wel zijn eigen onzekerheid op jou projecteert. Want wie weet had diegene zelf ook al het idee om een winkel te starten of whatever. Maar die denkt dan van, nou, hoezo zou jou dat dan wel lukken? En dan eigenlijk is dat hun probleem op dat moment, hè. Maar jij wordt daar dan zo onzeker van, dus doe je het niet. En ik heb dit serieus, nou, minimaal 10 keer al meegemaakt. Dat iemand heel goed bezig was en dat ze dan toch gestopt zijn. En dat ik echt denk van, dit had zo groot kunnen worden. Als je dat gewoon had genegeerd, dat deel van het oordeel van andere mensen, dan word je steeds groter en groter. Ik heb zo in het begin, toen ik met Beauty Gloss begon, mensen vragen het ook, hoe ging dat dan in het begin? Wat vonden mensen ervan? Weet je hoe vaak ik dan tegen iemand zei van, ja, ik maak filmpjes op YouTube over make-up. En dan zei iemand echt, filmpjes op YouTube? Oké, en like, waarom? Hoezo zou je dat doen? Weet je wel? Je kan daar heel onzeker van worden. Zeker als het een hele soort van sterke persoonlijkheid is die dat zegt. Tuurlijk kan het je wat doen. Maar ik heb dus op een gegeven moment de code gecrackt. Dat je bij zulke mensen juist heel enthousiast erover moet vertellen. Dus heel enthousiast. En ik merk dat mensen die kunnen enthousiasme waarderen. Dus stel, jij kent iemand en diegene heeft een idee om een of ander snoepwinkeltje te openen of zo. Ik zeg maar wat. En hij vertelt dat. En je vindt dat grappig of je denkt, nou dat gaat toch nooit lukken. Maar hij vertelt dat met zoveel passie en zo enthousiast. Ja, dan heb ik dit idee en dan dat. Dan word je daar toch gewoon happy van. En dan denk je, joh, weet je, ga ervoor. Want dat is wat ik altijd denk. En ik denk dat dat een manier is om van die nare reactie af te komen. Gewoon keihard positief eroverheen gaan. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Dus op het moment dat mensen zeiden, ach, ga je toch uit, dat kan toch nooit. Dan zeg ik, oh jawel hoor. Ik denk het wel en ik ga het gewoon doen. En eigenlijk heb je daar niet eens heel veel zelfvertrouwen voor nodig. Want je maakt jezelf er op dat moment, geef jezelf een soort van boost. En dan voel je weer waarom je het doet. En je zal merken dat hoe vaker je zo reageert, hoe vaker mensen denken, oh, nou, oké, ja, als jij dat wilt doen, dan moet je het doen. Dus als iemand mij vraagt, wat is de nummer 1 reden dat iemand zijn project niet succesvol was, dan is het 9 van de 10 keer, omdat ze zich te veel aantrokken van wat anderen ervan vonden. En op basis daarvan besloten toch maar niet door te gaan of toch maar iets anders te doen. Terwijl het is jouw ding. Jij hebt iets bedacht. Jij wil iets doen. Jij wil iets bereiken in je leven. En die andere mensen hebben er echt helemaal niks mee te maken. Het kan zelfs zover gaan dat het familie is bijvoorbeeld. Dat zij denken, nou, het is familie, ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk is het jouw leven. Jij moet je leven leiden hoe jij het wil. Jij wil dingen bereiken. En jij gaat ervan genieten. Jij bent degene die dat gaat doen wat hij het allerleukst vindt. En
het zou niks moeten boeien. Tuurlijk doet het je wat, maar ga er gewoon vol positief overheen en kijk wat voor effect dat heeft op mensen. Want vaak kunnen mensen positiviteit echt wel waarderen. Zo ook met tegenslagen. Het is mij opgevallen dat heel veel mensen die succesvol zijn, heel snel zich eroverheen zetten als ze een tegenslag hebben gehad. Ze zien een tegenslag meer als een leermoment dan als iets wat hun helemaal down maakt en waardoor ze alles gewoon maar afkappen. Wat ik bij mezelf heel erg merk, is dat ik gewoon heel snel ga nadenken met oké, wat heb ik hiervan geleerd? Hoe komt dit? Hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen? Cool, leuk en we gaan door. En dat heb ik met kleine dingen, heb ik ook met grote dingen. Tuurlijk, ik kan soms nog echt een paar avonden malen erover. Als gewoon iets finaal mislukt, tuurlijk is hartstikke rot, maar denk erover na, waar is het misgegaan? Oké, dat ga ik dus nooit meer doen. Daar ga ik niet meer mee samenwerken, daar juist weer wel. En wie hebben we ondertussen goed gesteund? Wie hebben me goed advies gegeven? Daar moet je ook heel erg op letten. Hè? Welke mensen om je heen zijn er vanaf het begin al enthousiast en steunen je? En welke mensen zijn altijd een beetje soort van... Ik ga je wat zeggen, als je succesvol wordt ga je ook mensen kwijtraken. Want er zijn heel veel mensen die het je dan niet gunnen op dat moment. En ik heb echt een aantal keer al meegemaakt dat mensen zeiden... wij kunnen geen vriendinnen meer zijn. En dat ik dan echt dacht, huh? Maar gewoon echt degene waar je het minst van verwachtte. Zeiden, ja, ik vind het maar raar dat jij zoveel reist en al die leuke dingen doet. En bij mij gaat het gewoon rot en ja, dat vind ik gewoon moeilijk. Dus ja, laat het maar gewoon mee kappen. Ik zat daar heel erg mee, maar... Wat bleek, hoe meer mensen ik sprak die ook allemaal leuke dingen deden met hun leven en iedereen heeft dit meegemaakt. En dat zou eigenlijk weer zo'n soort van moment moeten zijn dat je denkt, oké, dit is jouw probleem. Vind ik echt heel vervelend en ik vind het rot dat ik nu niet meer met je om kan gaan ofzo. Maar op dat moment is het niet mijn probleem. Maakt niet uit, weet je wel. Dat heeft geen invloed op het feit dat jij het goed gaat doen. Want jij bent degene die het gaat doen. En als jij positief en enthousiast en gemotiveerd bent, dan gaat het je lukken. En dat kan met alles zijn, weet je. Dat kan met een opleiding zijn. Dat kan met een idee wat je hebt. Ik bedoel, het is heel cliché, maar zolang jij erin gelooft dat het je gaat lukken, dan lukt het ook. En geloof mij, op het moment dat ik dat doorhad, ben ik het steeds vaker gaan toepassen. En elke keer als ik denk, ik heb een idee, ik ga dit en dit doen. Ik ga het gewoon doen, het gaat me toch wel lukken. En dan doe ik het en dan lukt het me. En dan denk ik, zie je wel, ik laat me niet tegenhouden door anderen. En ik zie dat gewoon om me heen ook. Mensen die zeggen ook, weet je, ik had een idee en ik ben er gewoon voor gegaan. Het gewoon gaan doen. En echt hands down, elke ondernemer, elke persoon die ik spreek die succesvol is, die zegt ook dat echt heel veel mensen in zijn omgeving het in eerste instantie raar vonden. Want het is in Nederland heel raar als je je kop... boven mij valt uitstek, zeg ik dat goed? Ja, als je gewoon even iets doet wat anders is. Of... Het is bijvoorbeeld ook heel raar om te zeggen, ik wil graag succesvol worden. Ja, je wil een goede baan. Dat willen mensen. Ja, ik wil een goede baan. Of ik wil een baan, überhaupt. Maar zeggen, ik wil succesvol worden. Ho, straks word je beter dan de rest. Dat wil je toch niet? Nee, je hebt het toch helemaal niet over anderen. Ik denk nooit aan het feit dat er anderen zijn die... Hè, dat je dan beter bent dan... God, nee, ik haat het als mensen dat ook zeggen. Ja, jij bent beter dan die. Oh, hou op. Dat is helemaal geen compliment. Hè? Ik vind dat gewoon... Ik hou me niet bezig met wat anderen doen en wat zij bereiken. Ik vind het alleen maar hartstikke knap en goed en leuk. En ik vind het heerlijk om verhalen te horen van anderen die goed zijn. Maar vergelijken? No, why? Ik ben bezig met mijn eigen pad. En dat zou jij ook moeten zijn. En ik zou zeker gewoon egoïstisch zijn en je eigen pad volgen. Natuurlijk, je moet rekening houden met je thuissituatie en dat soort dingen. Maar dingen opgeven omdat anderen het raar vinden of omdat anderen er een probleem mee hebben? Kom op zeg. Kijk, op de middelbare school zit je in een fase dat je heel erg bezig bent met wat anderen van je denken. Ook al denk je dat bij jou niet zo is, geloof me. Het zit gewoon in je. Het is een proces van volwassen worden. Je bent heel erg bezig. Wat vindt hij van mij? Hoor ik er wel bij? Dat soort dingen. Op het moment dat jij daar voorbij bent... zal je zien dat er nog heel veel mensen zijn die daar wel mee bezig zijn. Er zijn heel veel mensen die heel erg bezig zijn met wat vind je van mij. En zij vinden ook dat ze het recht hebben om heel erg te oordelen over wat jij doet. In jouw leven, in jouw keuzes. Weet je, voor hetzelfde geld wil je de wereld overreizen. Of voor hetzelfde geld wil je een baan hebben van iets wat je ouders totaal niet van jou hebben verwacht. Ja, dat is dan heel vervelend voor hun. Of voor de mensen om je heen die heel egoïstisch vinden dat jij niet de wereld over moet reizen. Want... Hallo, je hebt hier je hele familie zitten en ik wil dat jij elke week langskomt. Tuurlijk, maar in the end ben jij degene die, als jij 100 jaar oud bent, want we gaan ervan uit dat je 100 wordt, terugkijkt en denkt, wauw, ik heb gewoon alles gedaan wat ik wilde. Ik heb alles gedaan op mijn manier. Hoe zuur zou het zijn als jij terugkijkt naar je leven en denkt, ik had altijd al dit en dit willen doen, maar ik heb me tegen laten houden.
door die en die persoon. Dat... Ik bedoel... Weet je, besef even, kijk even naar jezelf als oud omaatje of opaatje die terugkijkt op zijn leven en dat denkt, hoe treurig zou dat zijn? En degene waar ik dit dus van hoor zijn mensen die wat ouder zijn en die echt hard onder de riem steken en zeggen, volg je gevoel, want ik ben nu in de 50 of 60, whatever. En ik wou dat toen ik jouw leeftijd was, dat ik gewoon had gedaan wat ik wilde doen, want nu kan het niet meer, weet je, lichamelijk bijvoorbeeld niet meer. En dan denk ik, ja... Zie dat in, mensen. Zie dat in. Volg je gevoel. Doe wat jij wil doen. De tijden zijn ook heel anders dan dat onze ouders ons leeftijd waren of grootouders. Het is niet meer zoals vroeger. En je kan natuurlijk wel tips krijgen van je ouders en dergelijke. Maar uiteindelijk is jouw leven wat jij moet leiden en niet dat van hun. En jij bent degene die straks ouder is en terugkijkt en denkt, wauw, ik heb echt... alles gegeven en ik heb alles geprobeerd. En weet je, ik ken ook heel veel mensen die alles gegeven en alles geprobeerd hebben waarbij het misging. En die stonden vervolgens op en die zeiden, nou mooi, daar heb ik van geleerd. En nu ga ik het goed doen. En dat is ook top. Want vallen, opstaan en doorgaan. Dat is gewoon waar het om gaat. En ik denk, als jij echt oprecht denkt, ik wil succesvol worden, dan ga je ervoor. Dan geef je niks om wat anderen zeggen. En dat klinkt ontzettend egoïstisch en dat is het ook. En weet je, alle succesvolle mensen die ik ken, die zijn ook een beetje egoïstisch. Maar aan de andere kant zijn het hele inspirerende mensen die gewoon doen waar ze gek op zijn. En je hebt ook egoïsme nodig om iets te doen wat je leuk vindt. Als ik alles zou doen wat mensen van mij hadden verwacht vroeger, dan was ik nu aan het werken in de boekhouding. 9 to 5 waarschijnlijk voor de gemeente of iets. En had ik gewoon het leven wat ik niet zou willen hebben eigenlijk. In die stel, oh god, dat ik nu deze leeftijd zou zijn en terug zou denken van, weet je nog dat ik filmpjes maakte? Waarom was ik destijds eigenlijk gestopt? Oh ja, omdat een paar... mensen om me heen het maar raar vonden. Ja. Kijk eens, ik ben niet gestopt. En kijk waar ik nu ben. Ik zit in een hotel in Zwitserland trouwens. Superleuk. Ben overgevlogen om hier bij een event te zijn. Had ik dat ooit durven dromen? Nee. Maar vind ik het leuk? Hell yeah. Ik kan je voorstellen dat er nog steeds mensen zijn die dan zeggen... dat je dat gaat doen dan. Nou, ik vind het maar raar. Guess what? I don't care. En ik zit hier. En ik heb het naar mijn zin. En ik vind het superleuk. En toen ik dit aan anderen vertelde, zeiden ze, wow, zo, dat is echt, dat ga je nooit vergeten dat je bent overgevlogen naar Zwitserland en alles. En denk ik, ja, te gek, thanks. Thank you, dankjewel. En weet je, zo reageer ik ook op mensen die zulke leuke dingen hebben. Wees gewoon een beetje egoïstisch. Let it go, laat ze lullen. Doe dingen die goed voor je voelen. Als jij denkt, dit is hem, dit gaat het worden, dit is wat ik ga doen, go for it. Iedereen die ik ken is zo begonnen. Alles wat jij ziet in deze kamer, alles, dit bed, dat nachtkastje, dit was ooit iemands droom. Hè? Dit was ooit iemands succesdroom. En die dacht, ik ga dat maken, ik ga dat uitbrengen. En boom, kijk eens, het staat hier nu. En waarschijnlijk zijn er honderden van zulke lampenkappen gemaakt. En waarschijnlijk zal degene die die lampenkappen heeft bedacht ook wel van meerdere mensen hebben gehoord van, je kan toch niet een lampenkap maken? Er zijn er al genoeg van hoor, hoezo zou jij het nog moeten doen? Maar ja, toch heeft hij het gedaan en toch staat hij hier in een hotel. En waarschijnlijk in alle honderden kamers in dit hotel. En is hij succesvol ermee? Het is heel makkelijk. Ga er gewoon voor. Negeer wat de anderen zeggen, wat ze ervan vinden. Laat ze lekker hun mening hebben. Bedank ze daarvoor. Ga gewoon door. Ga op je bek. Sta weer op. Begin opnieuw. Go for it. En hou in je achterhoofd dat als jij later oud bent, dat je terug kan denken aan een heerlijke tijd. Waar jij gewoon alles hebt gedaan zoals jij dat zelf wilde. En daar sowieso succes mee hebt behaald. En het eerste succes is dat je gewoon ervoor gaat. Just do it. Schrijf het op zijn minst op. Schrijf het op, lees het voor jezelf. En weet je wat? Nee, laat ik dit zeggen. Je eerste succes is op het moment dat iemand tegen je zegt, dat gaat je toch niet lukken. Oh, je eerste obstakel, yeah! Kijk, bewijs jezelf en laat zien dat je het wel kan. Want, bedoel, wie houdt je tegen, die opmerking? Whatever. Mensen voelen het ook, hè. Ze kunnen voelen als jij iemand bent waar die echt niks erom geeft. En hoe hoger in de succesladder ik mensen ontmoet, hoe meer ze een I don't give a shit attitude hebben. Echt waar. Als ik zie gewoon hoe de interactie is. En dan zie je ze gewoon. Ja, leuk. Oké, verder. Want ze hebben geen tijd voor bullshit van mensen die twijfelen of whatever. Of zeggen dat ze het niet goed doen. Daar hebben ze geen tijd voor. Want zij weten dat het zo werkt. Zij weten dat. Dat is gewoon het geheim. Je moet gewoon echt don't give a shit over wat mensen vinden van jouw plan. En gewoon ervoor gaan. Nou ja, ik kan me blijven herhalen. Maar ja, weet je. Ik hoop dat ik jullie een beetje hiermee gemotiveerd heb. En... geloof me, als jij in jezelf gelooft, dan is dat al voldoende. En je zal nog duizend mensen gaan tegenkomen die niet in jou geloven. Zelfs zakelijk. Op een gegeven moment ga je zo vaak mensen tegenkomen die het helemaal niks vinden, niet in je geloven en alles. Weet je, whatever. De nummer 1001, die gelooft wel in je en die gaat er misschien voor. En dan is echt gewoon, oh, zo'n lekkere kick geeft dat dan. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video.
de enige die in jou moet geloven, dat ben jij zelf. En dan kom je er wel. En zo is iedereen er gekomen. Iedereen die ik ken. Dus go for it. Love you.